Twee jaar geleden heb ik 's morgens stond ik op, heb ik tandeurtje gepakt. En omdat ik vond dat ik in al die tijd niet veranderd was en ik wilde ook anders zijn. Niemand zei mij tegen van je ziet er anders uit of je bent. Want ze kennen me altijd met die dreadlocks, dus ik had zoiets van ik haal ze eraf. En ik haal ze eraf. En mijn moeder herkende me niet, want iedereen, en ik ging uit. En als een meisje die ken ik zeg van fluister iets in de oor en ze keek me zo aan van ik zeg, vaak. Nou, ze hebben me ook niet herkend, dus maar ik hou het gewoon zo. Maar ik heb ook 2 jaar geleden was ik in Suriname bij Club Energy, wilde ik naar binnen. En ik had van die korte rechtopstaande dreadlocks. En een van die portiers die zei dat ik dus niet binnen mocht. Ik kon terugkomen als mijn haar netjes was. Haar moet je heel veel kammen. Als je van die chemische spullen erin zet, zoals straight, curly, hoef je niet veel te doen. Wel moet je wel veel haarproducten kopen. Maar ja, dat scheelt weer. Want gewoon kroeshaar moet je, ja, wat ik zei, veel kammen, vlechten, onderhouden. Ja, nou ja, straight en curly is niet dat je zegt van ja, je moet het echt onderhouden. Het is, op een langere basis kan je dat wel doen. Maar op een langere basis, dan tenminste mijn ervaring is dat je haar ontzettend breekt. Ik had bijna een kale plek op een gegeven moment. Dat is wel waar. Maar ja goed, ik heb er niet echt zo veel last van. Dus ik kan niet echt veel in de details van waarom je kale plukken krijgt. Maar ik denk als je naar een kapsalon gaat en je vertelt je probleem, denk ik dat ze daar wel rekening moeten houden. Ik wil wel dat je weet waar je aan begint. En relax, het is net als met roken. Mensen kunnen heel lang doorgaan met roken zonder te overlijden. Mijn zus, die heeft haar bijna net zo lang als u. Als het vandaag knipt, is het er morgen weer. Ze heeft gestreed, ze gaat nooit problemen hebben. Ik ben allergisch. Als ik het vandaag streed, valt het morgen uit. Maar, en het is, je kan gewoon die vergelijking maken. Net als hoe roken per definitie slecht is. Gewoon als je erop, als je die chemicaliën, als je alleen maar leest wat erin zit, is het gewoon per definitie slecht. Als jij een bruine, vieze, smerige wc-pot hebt die nooit schoon is, stop er een pot relaxer in en kijk hoe het daar gaat. Dat komt door die opvoeding van mijn grootouders. Die heeft me altijd ingetimmerd van Vanessa nooit streden. En u had vroeger ook laks? Nee, dit heb ik. Ik heb dit al 3 jaar. Ik ben gewoon ermee begonnen in Instagram. Maar is het omdat u dacht van ik wil een keer gaan lokken of gewoon voor de lol? Om te zien hoe het geeft? Nou ja, ik wilde eens beginnen, maar ik heb de moed niet om helemaal over te stappen. Wat vind je van Cruza? Ja, ik vind het in ieder geval goed. Ik heb geen problemen mee. Heb je haar ooit kroes gedragen? Ja, vaak genoeg. En hoe draag je het dan? Wat is je favoriete kroesenkapsel? Ja, gewoon eigenlijk los. Eigenlijk een afro eigenlijk of zo. Een afro. En nu heb je... Nee, dit is gewoon mijn haar. Ik heb gewoon gel gezet. Je hebt gewoon gel gezet? Ja, gewoon gel en dan lekker krullen. Maar zit nog een beetje streken, of niet? Nee, dat hoeft niet. Nee, want hoe krijg je die gladde puntjes dan? Ja, gewoon met de gel zelf. Met die gel zelf. En, ja. Maar heb je ooit gerelaxed? Ja, ik heb ooit gerelaxed. En hoe beviel dat? Ja, ook wel leuk af en toe op zijn tijd. Heb je ooit last gehad van haarbreek? Ja, vaak genoeg. Door de relax zelf. Oké, en dan is kroeshaar wel makkelijker. Ja, en beter. Namelijk zaterdag toen ik bij de kapster was, heb ik gesproken over het feit dat we hier zouden komen. En gesproken over kroeshaar. En wat zegt die kapster tegen mij? Dat zij bewust gekozen heeft voor een man met glad haar om haar kinderen mee te krijgen. Ja. Maar, zegt ze, ik zal je ook meteen zeggen waarom. Ze zegt, ik had ontzettend kroes en ontzettend dik haar. En wanneer mijn moeder me klemde tussen haar boten, kon ik geen kant op. Ze zeggen, ik gilde maar au, au, au. En dan sloeg ze met die kam op mijn hoofd. Dat minoseni taki panokuri. En toen dacht ze van, dit doe ik mijn kinderen dus nooit meer aan.
Wat vindt u van kroeshaar? Ah, kroeshaar, ja, is makkelijk. Je kan alles mee doen. En uw haar staat echt heel hip. Hoe krijgt u dat zo? Nou, gewoon gedraaid en dan weer losgemaakt. Gewoon, en draait u het zelf? Ah, mijn vriendin doet dat voor mij. Ah, zie, mannen hebben het altijd makkelijker. Ja.